Ik doe hele dikke gameplay video's. After Hours, experience psychological horror in a large abandoned hospital. Hide, explore and survive from a mysterious creature living in the ruins of this hospital. 937 MB. Dat is 937 MB te veel. What the fuck is deze muziek, man? I'm happy my sister survived the accident. I'm looking forward to seeing her. Okay, what the fuck? I'm here to visit... Oh, er is een rolstoel hier. Oh, Jezus. Dat betekent dat het een engspel is. Oh, fuck off! Where's my sister? And why is this room so dirty? Dus wij willen de stepbro, stepsister in een hospital porenachtig iets maken of zo. Sweet home, pillen! Ja, dit is waar vrouwen in bevallen. Nu gaat er een of andere geest achter ons rennen, denk ik. Ja, ik wist het. Misschien gaan we even kijken of we vrienden bij haar kunnen worden of zo. Dit is een computerkamer. Die computers hebben niet eens een aansluiting, man. What the hell? Ik ben close. Ja, hallo! Yay, game over, bitches! Keep up, pirates. RPG. You're a pirate on an island. Survive alone or with other players and fight against enemy skeletons. Keep up, pirates. RPG. Oké, we kunnen een groene piraat zijn, daar heb ik altijd al willen zijn, man. Oké, dit zijn echt de meest realistische graphics ooit. Oké, ik moet stenen gaan zoeken. Oh fuck, daar is al de eerste skelet. Kom dan, bitch! Ik ben nu al dood. Oh, dat is kut. Wat de hel, mijn kop ligt tussen mijn benen. Ik ben gisteren dus gedist door mijn leerkracht. Hij zei dat ik een saai leven had. Fucking debiel is dat, zeg. We gaan even kijken wat de winkel van ons allemaal in aanbieding heeft. Oh, een maandbox Pampers voor maar fucking €35,05. De eerste review is van Danoontje79. Niet wat we gewend zijn van Pampers. Wij kopen altijd Pampers voor onze kids. Zweer erbij. Deze luiers zijn perfect. Ik snap niet dat hier slecht commentaar op gegeven wordt. Oké, Ariola heeft dus een perfecte review geschreven. Volgens mij is zij betaald. Wat actual. Oh fuck, waarom zien wij een fucking handschoen in de bokkengoed? Tease and please, fuck me, roze. Spelverloop ligt heel aan je eigen fantasie. Waarom zou je hiervoor €17 willen betalen, man? Het pakket bevat accessoires voor seks. Wat zeker de eerste keer werkt. Smiley face. Stel je voor dat je dit soort producten maakt. Jesus Christ, man. Mijn vriend en ik kochten dit spel en ook deze was erg leuk. Hou je van onderdanig zijn op verschillende gebieden van het vastgebonden zijn met handboeien, geblindeerd zijn en niet weten wat er met je gaat gebeuren? Ah, ik word al bang, man, van dit spel. Ik ga beter hieruit. Geodriehoek, onbreekbaar. What the fuck, dit kost maar €1. Het product is niet wat het lijkt. Er staat bij onbreekbaar, dus ga ik ervan uit dat hij flexibel is. Maar nee, het is gewoon hard plastiek. En het scheurde door de envelop heen, waardoor de punt brak en ik dus een kapotte geodriehoek heb. Ik vond een harde geodriehoek bij de rookworstwinkel. Wat? What the fuck, je kunt hier crocky chips kopen voor €17. In de winkel betaalt jij daar misschien maar 60 cent voor of zo. What the fuck is dit? Stoere leren pen etui vintage. Bol.com was niet interessant genoeg, dus nu zitten we op Mega Gadget. Oké, op nummer 1 staat de whisky karaf set deluxe diamant. Waarom zou je hier €60 voor willen betalen? Piermassageapparaat. Deze man is rost. Ik zou dat niet vertellen. Trouwen. Hot feet magnetron stoffen deluxe. What the fuck, man. Op Mega Gadget kun je ook dingen vinden om een emo te worden, zoals vampierentanden bijvoorbeeld. Cadeau voor mannen, cadeau voor kinderen, cadeau voor haar. Cadeau voor hem. What the fuck, waar is cadeau voor vrouwen? Kijk, op deze website heb je echt leuke dingen, hè. Zoals deze Happy Man set. Of dit. Dit is ook heel cool. Maar dan heb je zo dingen zoals dit. Waarvoor zou je dit ooit gebruiken? Of dit hier, een golfmok. Wie wil er ooit golf met een mok spelen? What the fuck, man? Hoe kom je zelf op deze ideeën?